waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Ik ga met je mee. Dit is deel 1 van 2 en we beginnen in Kijkduin. In de jaren 50-60 zag Kijkduin er zo uit. In de jaren 70-80 zo. En nu alweer een aantal jaar zo. Er wordt nog druk gebouwd aan de tweede badplaats van Den Haag. Maar of de Teest of Kijkduin daar ook blij mee is? Ook sommige bewoners zijn de bouwput zat en vertrekken. We fietsen naar het Zandmotorpad. Een jaar of 10 geleden aangelegd fietspad. En komen langs het gebouw van Hoogheemraadschap van Delfland. Het staat er al vanaf de jaren 60 en is inmiddels aan de gemeente Den Haag verkocht. Ongeveer hier moet het Zeehospitium hebben gestaan. Het inmiddels leegstaande gebouw werd in 1995 gesloopt als gevolg van afkalving van de duinen. Het eerste zeehospitium stond in Scheveningen en het tweede werd in 1940 in Kijkduin geopend. Nog geen 3 jaar later wordt het gebouw tot op de fundamenten afgebroken. Om plaats te maken voor bunkers. Overal in de kust- en duingebieden van Nederland werden door de bezetter in het kader van de Atlantikwal enorme bunkers gebouwd. Zo ook tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Na de oorlog werd een tekening gemaakt van het nieuwe zeehospitium, dat in 1957 werd geopend. In eerste instantie was het een kinderhospitaal voor tuberculosepatiënten. Aan de landkant keek je uit over Kijkduin, Den Haag en Loosduinen. Aan de andere kant was de zee te zien en het spoorbaantje. Hoogheemraadschap van Delfland beschikte over dit werkspoor voor het onderhoud van de zeewering. Het baantje lag vrijwel op de plek van het huidige fietspad. We fietsen verder, met aan de ene kant de watertoren van Monster en aan de andere kant de zee. Langs de kant van het fietspad Duindoorn
en blauwe zeedistel. Over het Schelpenpad fietsen we richting Haagweg, maar stoppen nog even om de onlosmakelijk met Monster verbonden watertoren vast te leggen. Eigenlijk is er niks Monsters bij, want hij is in 1886 gebouwd ten behoeve van de watervoorziening van Delft. Hij is voorzien van een waterreservoir van 600.000 liter. Tijdens Open Monumentendag kun je er een bezoek brengen. We laten de watertoren achter ons en fietsen verder richting Ter Heide. De Bloedberg was een werkverschaffingsproject van de gemeente Monster. Op initiatief van burgemeester Kampschoer zou er door werklozen een monstersbos aangelegd worden tussen Ter Heide en het Schelpenpad. Een onderdeel daarvan was de Bloedberg. De Bloedberg heet zo omdat zo'n 15 werklozen met kruiwagens zand uit de omgeving versleepten en er met bloed, zweet en tranen een uitkijkpunt van 11 meter hoog van maakten. Bij helder weer heb je inderdaad een mooi uitzicht over de omgeving. We gaan verder naar